mijn eerzicht is niet de grootste schrijver te zijn, maar een boek precies zo voor elkaar te krijgen als ik en dat boek het samen willen. De mensen ergeren zich aan mijn arrogantie doordat ze zelf een superioriteitscomplex hebben dat ze voor zichzelf verbergen, zodat ze het mij kwalijk kunnen nemen. Harry Moelis is een van de bekendste schrijvers uit de tweede helft van de 20e eeuw, kenmerkte zich als ijdele schrijver, narcistisch, verheven, arrogant en volgens sommigen onuitstaanbaar. Tegelijkertijd zit zijn oeuvre vol met vertellers die extreem democratisch zijn, die de lezers direct aanspreken en die een grote waarde toedichten aan de lezer. In het verhaal De Elementen wordt de lezer samen met het hoofdpersonage zelfs toegesproken met jij. Misschien is het allemaal schijn, maar de lezer wordt bij Moelis serieus genomen. Hoe gaat het schrijven nu concreet? Zo ook in de roman De Procedure, die in 1998 verscheen. En hier voegde Moelis een extra element aan toe. Het boek begint met een filter. In het gedenkwaardige eerste hoofdstuk wordt het verhaal uitgesteld en de lezer uitgedaagd met verwijzingen naar de Bijbel en naar een kabbalistische tekst waarin de wereld in letters wordt gecreëerd. Een nietsvermoedende lezer op zoek naar een spannend verhaal die het boek openslaat op de eerste pagina's zal het boek ongetwijfeld weer snel wegleggen. Ziezo, de opzet is gelukt. Wij zijn onder elkaar. De onreine meelezers zijn hals over kop gevlucht voor al die spookachtige letters. Het eerste hoofdstuk was dus een proef om de lezers uit te dagen en de goede lezers over te houden. Nu pas kan het echte verhaal beginnen. Nou, zo makkelijk maakt Moelis het nou ook weer niet. Eigenlijk zou je dit boek prima kunnen beginnen in hoofdstuk 4 vanaf de tweede alinea, om dan pas achteraf alle pagina's daarvoor te lezen. De kritiek die het boek destijds kreeg, ging dan ook vaak over de eerste 75 pagina's. Maar laten we kijken naar het hoofdverhaal. Dat gaat over Victor Werker, een biochemicus die het voor elkaar heeft gekregen leven te creëren uit een levenloos iets. Hij noemt het een eobiont. Een baanbrekende ontdekking waarvoor hij wellicht de Nobelprijs gaat krijgen. En die vervoerd wordt door de paus. En tegelijkertijd maakt hij zich zorgen om zijn jaloerse collega Brok, die wellicht wraak op hem wil nemen. Naast deze successen in het werk is Victor in het dagelijks leven helemaal geen overwinnaar, zoals zijn naam suggereert. Zijn vrouw Clara is bij hem weggegaan nadat ze zwanger was en een dood kind moest baren. Hun kind had zichzelf met een navelstreng gewurgd in de baarmoeder. En zo is Victor zowel een godachtige instantie die leven kan creëren, als iemand die dood creëert met het verwekken van een dood kind. En precies die tegenstrijdigheid, of zelfs het samengaan van scheppen en de dood, is typisch iets uit het werk van Harry Moelis. En daar gaat hij ook op in die eerste 75 pagina's. Bijvoorbeeld met het verhaal over de golem, over de Praagse Rabbi Leuf uit de 16e eeuw, die een wraakzuchtig monster uit klei zou hebben gecreëerd en die vervolgens weer heeft gedood. Moelis past dat oude verhaal overigens aan in tijd, in oorsprong en maakt van de golem een vrouw in plaats van een man. Het verhaal van de golem staat in een traditie van een mythe als Pygmalion en is een voorloper van het monster van Frankenstein en van de literaire robot. Over deze traditie maakte ik al eens eerder een video. Moelis lardeert zijn verhaal met intertextuele verwijzingen en met spiegelingen tussen verhalen. En hij eindigt met een groot mysterie. En net als bij de ontdekking van de hemel en met de elementen, eindigt dat in een soort oneindigheid en onsterfelijkheid. De procedure is daarom, net als bij veel andere boeken van Moelis, ook een allegorie voor het schrijven en voor het creëren van een verhaal. De verteller is een scheppende god, maar ook een barende vrouw. Dit problematische verhaal dat ik nu ga vertellen, verzin ik niet, maar het gebruikt mij om te bestaan, zoals het kind zijn moeder. Ik die het vertelt, vertel het niet alleen voor jou, maar vooral ook omdat ik wil weten welk verhaal ik vertel. Kortom, worstel je door die eerste hoofdstukken of sla ze over? Want het verhaal zit dan wel vol symboliek en verwijzingen, maar die hoef je er echt niet allemaal uit te halen om van dit boek te kunnen genieten. Maar tot slot wil ik wel één verwijzing noemen. Moelis legt Victor de volgende woorden in de mond. Ik ben de moderne microbiologie. Wat een verwijzing is naar Moelis' eigen beruchte uitspraak, ik ben de oorlog. En of dat nou een ironisch grapje is of een arrogant schouderklopje of beide, dat mag je heel democratisch zelf bepalen. Als muziekliefhebber loont het om op onderzoek uit te gaan naar de oorsprong van genres. Hoe is een bepaald genre ontstaan? In de jaren 90, toen ik puber was, had je Europop, traditionele rock, maar ook vernieuwende genres als grunge, gabber
En pop-rockbands als The Offspring en Green Day die duidelijke invloeden hadden van de punkmuziek uit de jaren 80. En zo vond ik het op een gegeven moment eens tijd worden om eens kennis te maken met de echte punkmuziek. En ik kocht een cd van de Sex Pistols. En die muziek kon me niet echt bekoren. Hoe vernieuwend of schokkend Johnny Rotten zijn teksten ook door de microfoon schreeuwde. Muzikaal gezien is het allemaal redelijk mager. En al helemaal door een kleine stereo-installatie op een slaapkamer. Waarbij het lastig voor te stellen was hoe deze muziek zo'n grote fanschade kon hebben. Maar ja, punkmuziek moet je wellicht ook gewoon live horen. Of beter gezegd, meemaken. Links, een meter of wat voor het podium, werd opeens gevochten. Ik kon het niet goed zien. De spots verblindden me. Iemand lag op de grond, werd geslagen. De skinheads stonden eromheen. Zwaaide daar iemand met een fietsketting? In het boek Echte Vrienden van popjournalist en radiomaker Fons Dellen speelt punkmuziek op de achtergrond mee. De hoofdpersonen zaten eind jaren 70 in de Zwolse punkband Smacks 44 met optredens waar nogal wat agressieve gasten op afkwamen. Een van de nummers heette Death to Disco, dat ook in de boektrailer van dit boek te horen is. Want Fons Dellen zat in een Zwolse punkband met de naam Smacks 44. De hoofdpersonen zijn de bandleden Tom, Bono, Marva en Richard. En ze zijn inmiddels volwassen en hebben dan ook volwassen problemen. Richard zit in de gevangenis, Tom is ontslagen, Bono heeft schulden en Marva is een weduwe die zich zorgen maakt om haar zoon die in het buitenland zit. Wat volgt is een verhaal rondom drugsgeld dat Richard samen met zijn broer Rick heeft verstopt. En omdat Richard in de gevangenis zit, vraagt hij Tom en Bono om dit geld veilig te stellen. Ze laten zich overhalen, maar uiteraard zijn ze niet de enigen die op dit geld azen. Op zijn knieën klauterde Bono omhoog de trap op. Halverwege hoorde hij het hijgen van zijn belager vlak achter zich. Nu of nooit, dacht hij. De herinnering aan de punkband waarin de personages zaten geldt voor alle bandleden als een nostalgisch iets, als een tijd waarin ze schijnbaar gelukkig waren. Maar ook als de oorsprong van een vriendschap die in het heden verplichtingen met zich meedraagt. Maar waar ze destijds het gevoel hadden dat ze niets kon gebeuren, daar is het heden toch net even iets minder punkachtig, zoals ook de video van Fons Dellen met zijn oude band laat zien. Je zou er een quiz van kunnen maken. Stukken teksten uit boeken citeren met de vraag: is het een thriller of niet? Of beter gezegd, thriller of niet? Buiten had ik het gevoel dat ik bespied werd. Ik keek om naar het huisje tegen de kerk. Ik dacht dat ik even een gezicht weerspiegeld zag in het spionnetje aan een raam op de eerste verdieping. Maar het grofkante gordijn bewoog niet. Bespied worden is een vast element in thrillers en horrorachtige situaties. Maar het kan natuurlijk net zo goed voorkomen in verhalen waarbij dat dreigende gevoel niet alleen voor spanning moet zorgen, maar ook iets wezenlijks wil zeggen. Voor haar boek De Meester van de Neerdaling uit 1973 liet Helle Hazen zich naar eigen zeggen inspireren door het schilderij La Prezione dell'Eterno van de 16e eeuwse Italiaanse schrijver Bonifacio di Pitati. En dit schilderij komt dan ook voor in een boek. Een zwevende gedaante, gods in opbollende donkere gewaden die zich schenen voor te zetten in de wolken en nevels boven de lagune, strekte wijd zijn armen uit over de Dom en het Dogenpaleis en de Campanile en het plein met dwergkleine menselijke wandelaars. Het boek bestaat uit twee delen. In het tweede gedeelte, dat De Kooi heet, is een verzorgster die in Italië een geestelijk beperkte markiezin verzorgt, geobsedeerd door dit schilderij. Maar hiervoor heb je dus al het eerste deel gelezen, De Duvel en zijn Moer. Dat wordt verteld door een ik-personage, een vrouw die opgroeit in een Nederlandse stad, in een gelovig gezin en waarbij haar jongere broer Andries breekt met dat gezin. Het is een treurige geschiedenis waarbij ze onder andere haar broertje opzoekt in een circus, waarbij hij verkleed als vrouw een muzikale act heeft. Maar later komt ze hem ook weer tegen in Nederland. En ze heeft het vermoeden dat ene Edmond, een mysterieuze man, slechte invloed heeft op haar broertje. Sterker nog, ze vermoedt dat deze Edmond de personificatie is van de duivel. Fine. Maar het eerste deel goed chronologisch te volgen is, ben je als lezer in het tweede gedeelte even zoekende. En lijken de verhalen in eerste instantie ook niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Totdat je realiseert dat die geobsedeerde verzorgster dezelfde persoon is als de ik-verteller uit het eerste deel. Het kwaad is aantrekkelijk. Het heeft een oneindig groot aantal verschijningsvormen. Het is bijna onmogelijk bij zoveel variatie de kern, het wezenlijke, te ontdekken. Weet je wat dat is? Het kwaad? De vrouw ziet in Edmond in eerste instantie een ordinaire kinderlokker. Maar in gesprek met hem en bij het zien van een fresco in een schilderij bedenkt ze dat het de duivel is.
Aan het einde van het eerste deel lijkt het gevaar geweken, maar ja, het is het kwaad en dat is natuurlijk onverslaanbaar en lijkt te reïncarneren. En zo werkt Hazen met de dualiteit van goed en kwaad en zet daarbij een vrouw tegenover een man. Onschuldige jongens beschrijft Hazen met vrouwelijke kenmerken, maar als het kwaad eenmaal bezit van hen heeft genomen en ze man zijn geworden, verdwijnen ook die eigenschappen. Het kwaad is bij Hazen dus mannelijk en het slachtoffer is een vrouw. Maar zij is ook de enige die het ware gezicht van het kwaad ziet. De meeste van de neerdaling bevat thrillerachtige elementen, maar is geen thriller. Het bevat zelfs een motto dat verwijst naar een misdaadroman. Het is opgesplitst in twee delen die subtiel naar elkaar verwijzen, met name schilderijen en het kwaad dat het voor elkaar krijgt om vrouwen op te sluiten. En zo is het ook een tweestrijd van de interpretatie, want lees je een fantasievol griezelverhaal over de duivel op aarde of hebben we te maken met vrouwen die de weg kwijt zijn?